Hier op vakantiepark Het Wilde Pad in het Friese Twijsler Heide zijn drie levens compleet veranderd. De bekende interieur-influencer Rachel van Sas, man Willem en beste vriend Martijn kochten zonder enige ervaring een enorm gedateerd vakantiepark in Friesland. Er volgden meerdere tegenslagen. Alles is onder de water. Nee, joh. Oh, oh! Gemeente, vergunningen, waarom weet je dit niet pas? Het is gewoon broedseizoen en dan mag je geen boom kappen. Dus ja, kan je dan wel willen, maar... En niet iedereen geloofde in hun droom. Die 2-3 maanden, die zijn gewoon te kort. Elkaar niks wijs te maken, die zijn te kort om alles te realiseren. Nee, ik denk dat het niet lukt. Oké. Nee. Maar het drietal liet zich niet gek maken en pakte stevig door. Inmiddels is de eerste van de twee bouwfases bijna afgerond. Zodat het park op tijd open kan voor de eerste officiële bezoekers. Iedereen heeft zo het idee van drie naïeve ondernemers. Maar stiekem zijn we helemaal niet zo naïef. We zijn gewoon heel ambitieus. Lekker bezig! Dit moet een vakantieoord worden waar je lang uit kan liggen op je terras. Je kan onderdompelen in de zwemvijver en kan genieten van je vrije uitzicht. Maar zover zijn de vrienden nog niet. Er moet nog zoveel gebeuren. De evenementenzaal heeft prachtige tuindeuren gekregen. Het was ineens een tuin. En wat voor één? Rachel moet nog haar magie loslaten op de inrichting en van deze evenementenzaal een gezellige woonkamer maken. Hier wil ik echt zo'n moody sfeer, gezellig, knus. Dat wordt wel echt heel vet. De 8 vakantiehuisjes beginnen vorm te krijgen. Er is een begin gemaakt met de grote terrasvlonders en het schilderwerk is gedaan. Ook komen er 2 grote yurts, nomadententen, op de plek van de oude moestuin. De tenten zijn besteld en moeten nog op tijd arriveren. Heel schattig, hè? Lukt het Rachel, Willem en Martijn om alles op tijd klaar te krijgen om deze zomer nog de eerste gasten te kunnen ontvangen? Ik merk bij de campingbazen dat ze het wel een beetje spannend vinden en het komt heel snel dichterbij. Vandaag wordt er hard gewerkt om alles op tijd af te krijgen. Ja, dit is optief. This is the moment. Gaat het lukken? Gaat het worden zoals we willen? Ooit is begonnen met een Pinterest-bord, toen een moodboard, toen een materialenplan. Gaat nu echt, zeg maar, tot leven komen. Wordt Rachel verrast? Ben je nou zenuwachtig? Ik weet niet hoe ik hem aantreffen. Oh ja. Komt de vader van Martijn voor het eerst sinds 2 jaar weer naar Nederland? Oh, hey papi. Mijn lieve jongens. Oeh, papa huilt weer. En kan er eindelijk gefeest worden. Over een week staat de opening van het vakantiepark gepland, vieren dat bouwfase 1 klaar is en dat het drietal eindelijk kan proefdraaien zodat de eerste officiële gasten zonder zorg ontvangen kunnen worden. Dus deze dag moet een feest worden. Huisjes gaan open, ja. Daar draait het om en de yurts, dat vind ik ook wel leuk. Ja, en één appartement die er af is. Waar we aan zitten denken voor donderdag, gewoon puur familie, echt alleen de beste vrienden en iedereen die ons heeft geholpen. Tussen 10 en 12 inloop, 12 uur voor de intimie, dus voor de mensen die in de huisjes zitten. Ja, de opening komt nu wel dichtbij. Het wordt ook de eerste keer dat we echt, want er blijven dan ook mensen slapen. En het wordt dus ook de eerste keer dat we echt mensen gaan in- en uitchecken. Hoe gaat dat? Waar lopen we tegenaan? Dus het is niet alleen iets heel feestelijks, maar ook iets heel goeds voor ons als oefening eigenlijk. Je moet erbij rekening houden dat exclusief personeel mogen er maar 50 gasten überhaupt op het terrein op het terras zitten. Dat is gewoon het horecaprotocol. Ik merk bij de campingbazen dat ze het wel een beetje spannend vinden. En het komt heel snel dichterbij. En nu komen we tot het punt, is er dan een module voor als mensen op de veranda een wijntje willen bestellen? Wat zijn eigenlijk de coronamaatregelen? Is de bar er op tijd? Er moet allemaal nog gecheckt worden. Zodra we nu beginnen met de opening van de horeca, krijg ik weer dezelfde soort paniek als dat ik had toen ik hier voor het eerst zag wat er allemaal moest gebeuren qua verbouwing. Want nu is het denk ik weer van shit, we moeten allemaal rekening houden. Muntjes, geen idee. Bar, geen idee. Wat gaan we te drinken schenken? Geen idee. Lunch, geen idee. Weer allemaal een soort van zwarte gaten die we nu weer allemaal moeten gaan inkleuren. Dus je merkt nu weer van, oh ja, nieuw onderdeel, zelfde paniek, zelfde soort van stresslevel. Maar rustig even beginnen en over 2 dagen hebben we dat natuurlijk allemaal een stuk beter in ons hoofd. Ik wil gewoon wel dat ook dat we daar met z'n 3 akkoord over zijn, dat het wel een beetje professioneel is. Goed dat we koppen bij elkaar hebben gestoken en even door hebben gesproken hoe wij het voor ons zien, hoe de planning wordt.
Even alle neusjes dezelfde kant op. Vandaag worden de meubels in de vakantiehuisjes geplaatst. Schoonmaakster Femi heeft de opdracht gekregen om alles spik en span af te leveren, zodat hier naar hartelust gestaald kan worden. Ja, we gaan eerst alle troep eruit gooien. En dan gaan we stofzuigen en wijden. Ja, niet te knikken. Ik heb vandaag 8 huisjes om schoon te maken. Dan heb ik nog allemaal bedden en andere troep wat ik moet doen. Dus ja, ik heb een heel drukke dag, maar wel een lekkere dag. Ik heb er echt zin in dat straks alles klaar is. En dan lekker bezig kan en de gasten komen. En ja, daar heb ik echt zin in. Het klusteam verplaatst onder leiding van de projectleiders alle meubels naar de vakantiehuisjes. Rachel kan er niet bij zijn, want ze heeft een drukke mediadag vandaag. Ze is nog maar net weg, maar toch wil projectleider Anne dit moment nog even snel delen met haar. Dit is toch top? Ik hoop dat de tranen van geluk zijn. Ja. Goed zo. Nog maar 12 uur. Nog maar 12 uur. Ah, lieverd. Ja, jullie zijn zo duidelijk. Hier is al een bubbel. En nu zijn we er heel even uitgetrokken. Oké, kusjes. Rachel en de heren hebben het druk. Want dat het park bijna open gaat, is ook de media opgevallen. Een Dream en een Ute Haan roene Funda-ziektacht bracht trije influencers naar vakantiepark Het Wilderpad in Twizelerheide. Op 3 juni gaat het park open. Ja, we doen niet alles zoals we dachten dat het zou gaan, maar we gaan wel op tijd open. Rachel, goedemiddag. Hallo, goedemiddag. 3 juni. 3 juni is de dag. En dan moet het boekingsseizoen beginnen, denk ik, hè? Hoe gaat dat? Ja, nou, we gaan dus na het openingsweekend dan gaan we eigenlijk proefdraaien. En daarna gaan we nog alle puntjes even op de i zetten, 2 weken lang. En dan gaat het park ook open voor bezoekers. Oh, spannend, spannend. Ja, heel spannend. Goedemorgen. Ik word des wakker. Niet op het Wilderpad, maar in een hotel in Amsterdam. Tegenover de studio van Koffietijd, want ik zit daar zometeen, om te vertellen over het Wilde Pad. Nou jongens, ik zit lekker in de visagie. Nu wordt er eindelijk iets aan dit gezicht gedaan, zodat ik straks lekker kan shinen, hè? Jongens, we gaan beginnen! Ze is razend populair op Instagram. Moeder van 2 schattige lieve dochtertjes. Ja. De huismuts die koopt gewoon een, jawel, vervallen vakantiepark in Friesland. Rachel, ja. Natuurlijk. Logisch. Ja. Doe even. De kinderen kijken samen met de oppas mee naar hun bekende moeder. Ja, hoe gaat het? Hoe gaat het? We gaan 3 juni gewoon open. Maar ja, hoe? Dat is voor ons eigenlijk ook nog steeds de vraag. Want we zitten nu midden in de verbouwing. Daar ga ik met gierende banden terug naar Friesland om mijn handen weer vies te maken. Ik heb hier al mijn kweken gedaan. Pip en Rosie hoeven gelukkig niet lang te wachten op hun moeder. Ze is weer onderweg naar het Friese vakantiepark. Het is een eindje rijden, maar gelukkig staat haar een mooie verrassing te wachten. Want in de afwezigheid van Rachel hebben de projectleiders 1 huisje in een rap tempo afgemaakt. De nieuwe meubels zijn op hun plek gezet volgens het indelingsplan van Rachel. De keuken wordt nog even snel betegeld. Het is allemaal op papier uitgedacht, maar is het echte werk ook echt hoe Rachel het voor zich zag? This is the moment. Gaat het lukken? Gaat het worden zoals we willen? We gaan het eerste huisje. Oh, ben je nou zenuwachtig? Ben je nou zenuwachtig? Ja, ik weet niet wat ik kan aantreffen. Ooit is begonnen met een Pinterest-bord, toen een moodboard, toen een materialenplan. Gaat nu echt, zeg maar, tot leven komen. Oh ja. Oh. Mooi. Ja, mooi. Man. Arnie, ik vind het echt waanzinnig om het nu samen te zien komen. Het is zo mooi, hè, jongens. En heb je nog niet eens gesteld, hè? Nee, dan is het nu gewoon de basiselementen staan nu gewoon. En that's it. Ik vind het ongelooflijk mooi. Het messing wat je terugziet is de kraan. Hier bijvoorbeeld in de theepot. En we hebben ook koffiekopjes met messing details. Er komen messinggreepjes hier aan. En nou ja, dat zie je nu al wat er gebeurt, terwijl het nu nog niet eens is afgesteld. Echt, de basisitems staan alleen maar. Maar nu is het al, voelt het als één geheel. Ja, soms schieten gewoon woorden tekort. Dat is nu. Ik ben gewoon heel trots. Echt heel trots. Er zijn een aantal mensen hier langs geweest die het niet aandurfden en dachten dat het niet ging lukken. Maar
wij hebben toch wel even een tegendeel bewezen. Ja, hier krijg ik echt een heel goed gevoel van. Ik ben niet zo'n iemand die snel helpt, maar ik had wel een natte oogjes. Ja. Sick? Holy shit. Er komt hier nog een plank boven met die mooie glazen. Ja. De greepjes op de keukens, met die greepjes komen nog. Dit is koelkast. Ja, je moet er nog een beetje doorheen kijken. Hè? Hier komt nog een fortuin, die is onderweg. Even en hier nog een kleed, een groot kleed met een televisiemeubel. Dit is lekker, hé. Kom eens even hier, schatje. Ja, dit is een bank. Ja, als je dat huisje inloopt, ben ik allereerst ontzettend trots op Ras. Want die kan blijkbaar keer op keer, ik ben ook in ons huis thuis, ben ik gekapt met iets vinden van kleuren of vormen. Of als ze dan vragen, wat vind je mooier? Ja, het boeit me niet, want ik weet toch wel dat het mooi wordt omdat jij het maakt. En dat heeft blijkt nu weer. Zij kan het gewoon goed. Ja, lijp hoor. Zijn we blij? Ik ben hier heel blij mee, ja. Ik ben hier heel blij mee. Nou, ik ben een beetje flabbergasted. Oh, wow! Hoe enthousiast we nu al zijn met wat er nu al staat, besef wat er dan nog gaat komen. Ik kan niet wachten. Niet alleen de 8 vakantiehuisjes moeten af zijn voor de opening, maar ook de evenementenzaal. Hij is al gepimpt en er zijn tuindeuren geplaatst die binnen met buiten verbindt. Maar naar buiten kijken kan nog niet. Mannen, goedemorgens. Het glas voor de pui. Fantastisch. Dat dacht ik even. Ik kan niet wachten tot mensen dit zo gaan zien. Dat ze gewoon experience gaan beleven. Wat wij hier aan het creëren zijn. Gewoon fun. Nou, en dit soort dingen dragen we. Wat echt een eye-catcher wordt van het park. En dat in combinatie met de gevel waar je dat op terug ziet. Je gaat het dadelijk ook terugzien op de zandbak. Dus op die manier gaan we gewoon allemaal toffe hoekjes en plekjes creëren. Wat leuk is om in gebruik te nemen. Maar ook leuk is voor het oog. Willem staat te springen om zijn nieuwe speeltuin aan te pakken. Hier komt een trampoline en een zandbak. De trampoline is gek. Vond vroeger al leuk, vind ik nog steeds leuk. En ik vind het leuk dat mijn kinderen dit echt awesome gaan vinden. De tennistafel krijgt dezelfde kleuren als de evenementenzaal. Een klusje waar jong en oud aan meehelpt. Binnen pakt het team de evenementenzaal aan. Dit moet een gezellige, moody huiskamersfeer krijgen. En dat begin je al steeds meer te voelen. Buiten zijn bijna alle vlonders af. Ook wordt de tuin aangepakt. De paden tussen de huisjes zijn af en ingezaaid. Volgende stap is hageplanten. Het tempo zit er lekker in. Speciaal moment. Best een groot project. Gaan we nu in de afrondende fase. Mag ik de eerste plant zetten? Wacht die helemaal in het hoekje? Ja. Je kan ook gewoon niet even weggaan zonder dat er iets af is voordat je terugkomt. Nice. Het gaat echt snel nu, hè? Heel mooi. Ha, ja, ik word hier blij van. Een van de 8 huisjes is ingericht. Nu de rest nog en dat doet Rachel zelf. Hier heeft ze maanden over nagedacht en weet dus precies waar wat moet komen. Ik ben natuurlijk heel gericht gaan shoppen, dus echt met mijn moodboard. En alles wat ik heb gekocht past in dat moodboard. Dus dat betekent dat als het straks samenkomt, het past sowieso allemaal bij elkaar. Het gaat er eigenlijk alleen nog even om, deze kleurkast staat net iets mooier bij die kleurbank. Dus die kast komt bij die bank. En dat, die puzzel, die gaan we straks leggen. Die bank die nu in huisje 4 staat, is klein. Dus we pakken die grotere versie ervan. Of het huisje hoort met die kleine en deze, dan hebben we nog deze bank over voor een ander huisje. Wij doen nu deze ook mee. Deze. Voor je eigen huis huur je dan een verhuisservice in. En hier zit je de hele fucking godsganse dag maar te sjouwen. Goed geholpen, Koek. Dimmers heeft hier lopen zitten zeiken. Waar, in dat huisje? Ja. Nee. Nou, wat is het dan? Heel leuk. Heel leuk. Maar die kast moet daar weg. Wat? Ja. Meen je dat niet, lief? Jawel. Hoezo? Ik zal eens even kijken hoe die stond, maar dan moeten we hebben heel veel lage kasten ook. Daar heb ik wel echt weinig in. Ja, ik ook. Omdat, ja, niet dit, maar om dat nu bij elk huisje te gaan doen. Kan je daar niet van tevoren over nadenken? Nee. Oké, nou, dan moet je even mensen vinden die dat voor je gaan doen dan.
schat. Ja, snap ik. Maar snap dat het irritant is? Dat snap ik heel goed. Maar hij hoeft niet weg terug in de boerderij. Hij moet gewoon even naar een ander huisje. Welk huisje dan? Want daar staat hij toch net zo groot? Er staan toch andere meubels? Het gaat er nu toch om dat best wel veel volume hier nu staat met twee banken. De kast is gewoon best wel zwaar. Die kast is echt heel zwaar. Laten we dan de zware dingen als basis nemen. En de meubels. Dit kunnen we zo naar 2000 verder. Dat is gewoon net iets te zwaar met z'n tweeën. Tenzij je twee keer mij hebt, maar dat is lastig. Ja, oké. Okay. Martijn heeft een bijzonder persoon uitgenodigd voor de opening van het park. Hey, Paf. Je bent ervoor gekleed, zie je. Hoe bedoel je? Je ziet er keurig uit, joh. Jij ook, zo te zien. Lekker bezig. We matchen bijna. Hoe is het? Ja, het is hier goed. Ja. Het is belangrijk voor Martijn dat zijn vader komt, want hij ziet hem niet vaak. Vader Gert Johan heeft na de scheiding van Martijns moeder de liefde gevonden in Amerika. Mijn ouders zijn gaan scheiden toen ik 7 was. En die scheiding is niet zo heel erg goed gegaan. Althans, het was geen leuke scheiding. We hadden altijd wel een beetje strijd met elkaar. Martijn heeft daardoor tijdens zijn jonge jeugd weinig contact gehad met zijn vader. Dat veranderde gelukkig toen Martijn puber werd. Op latere leeftijd, toen ik heel erg heftig ben gaan puberen, is mijn vader wel weer in de picture gekomen. Ja, die heeft er ook wel voor gezorgd dat ik daaruit ben gekomen. Want ik was wel echt een probleemkind, zeg maar. Dus hij is op het juiste moment zijn vader weer echt in mijn leven gekomen. En daar ben ik hem heel erg dankbaar voor achteraf. Maar wel heel leuk dat jullie zo lang komen, pap. Heb je wel gemist? Ja, dat is geweldig, ja. Wij kopen de luiers, de advocaatjes. Dan word je zalig, pap. Ja, we hebben wel lepeltjes bij die advocaat. Ja, kom lepeltjes bij, komt goed. En een bakje water voor jullie kunstgebitjes. Love you. Ciao. Ciao. Ja, dit zijn de oprechte momenten waar je dierbaren gewoon bij wil hebben. Het is natuurlijk wel zo dat het soms wel een moment... Dat er wel momenten zijn in je leven dat je het had gewild dat het anders was. En dat is dan met zo'n park zoiets. Er zijn gewoon die pieken in je leven, slecht of goed... waar je gewoon toch wel nog een klein jongetje bent en je ouders gewoon naast je wil hebben. Dat is, dat zal ik nooit ontkennen. Dat is soms wel verdrietig. Maar dat hoort ook bij het leven. Mooi man dit. En groot, joh. En stevig. Weet je het zeker? Dit is wel echt mooi. Nee, maar hier ga je ook never ever nooit doorheen. Dus dat is fix. Ja, hier kom je ook never nooit meer vanaf. Dit is echt, dit wordt echt een leeflonder. Ja. Ja, ik ben ook echt mooie kleur, is goed gelegd. Het ziet er mooi uit. Echt als een tierenlier. Echt binnen 2 dagen hebben ze... Ja, zijn het hoekje al om. Ze zijn het hoekje al om gegaan. Ja. Dus ik denk dat dit over 2 dagen dan af is. Hekjes eromheen, trappetje. Eromheen. En dan kunnen de meubeltjes erop. Ja. Vuur je af. En daar is projectleider Esther met hangmatten in 2 kleuren. Ik heb ecru en ik heb zwart. Hoe? Oké. Ecru. Gebroken wit. Ah, bon. Er zit al veel zwart in de meubels op het terras, dus dan is ik ecru denk ik mooist. En je kan de zwarte ook bij de appartementen doen, want die hebben een standaard. Ja. Cool. Ah, het is zo'n hangmat. Nee. Lieve schat, heb jij wel... Ja. Het zag er anders uit het plaatje. Ja. Mooi hoor. Kijk, hier in principe komt aan de linkerkant van het huisje zo'n bamboehaagje. Ja. Ja. Dus ook daar een bamboehaagje, dus je wil eigenlijk... Dat je wel een beetje in je privacy zit. Ja, alleen het bamboehaagje komt tot eind van de vlonder. Dus dit komt zo. Ik zou hem om en om, zeg maar bij dat huisje, de één paal een beetje richting vlonder en de andere wat meer daar. Ja. En dan bij het andere huisje precies andersom. Dat hij zeg maar zo wigwacht. En niet meer dan horizontaal met het huisje? Nee, ik zou het juist een beetje of beetje... Dus dat het niet allemaal hetzelfde is. En hier is ook die kant op, want er komt natuurlijk de hot tub komt daar aan de rechterkant. De palen kunnen de grond in, zodat er gehangen kan worden. In heerlijke tweepersoons hangmatten. Die natuurlijk ook even getest moeten worden door het drietal. Ja, dit is een hangmat. Lekker, ja, dit man. Dit is een hangmat. Dit is een hangmat. Ga je weer slapen? Het is Martijn. Doe je nou? Oh, nou, we kunnen nog voor de zwarte gaan. We zetten er een bordje bij. Oh, schoen uit. Schoen uit. En dan hier af en toe ook langs. Schoen uit, hè. Nou, dit is wel genieten, hè.
Kunnen we wel kijken met... heel veilig in zijn armen. Don't push it. Schat! Niet doen! Niet doen! Niet doen! Lief, lief! Er is een tape zo hangen, man. Niet... Je denkt er veel te makkelijk over. Wil jij ook even, wil je ook even proeven? Ja, je mag ook even proeven. Kom maar, schatje. Het past toch met drie? Nou, is hij toch gewoon niet voor mij? Rachel, als er op het doosje staat twee personen, dan ga je niet met z'n drieën. Oh ja, zo werkt het in je hoofd. Dan zijn we heel hard. Zo in mijn hoofd. Nou, ja, dit is inderdaad wel echt lekker. Maar even kijken of die ook zo. Kan je even mijn voetje kribbelen? Dit is echt mooi chill. Parkie hoor, hè? Zou mijn eigenaar zijn. De vlonders krijgen ook nog gezellige hekjes met lange palen op de hoeken. Hier wordt uiteindelijk sfeervol priklicht aan opgehangen. Maar voordat dat kan, moet eerst alles af zijn. Rachel is in der sas. Vandaag zijn de gordijnen gearriveerd en kan Rachel doen wat ze het liefste doet. Stylen! Status is nu dat, het, dat we echt aan zijn gekomen eigenlijk bij de styling. Wat spulletjes op zijn plek zetten, de raamdecoratie wordt nu dus dan opgehangen. En dan zijn we er wel echt bijna. Het klinkt heel raar om te zeggen, omdat er ook wel echt nog heel veel moet gebeuren. Maar met alle projecten, maakt niet uit wat voor project, maar ook met dit project komt het altijd toch ook aan op de laatste dagen. Dat het toch nog spannend is en hier ontbreekt nog iets, er moet nog even wat gehaald worden, weet je wel. En dat maakt wel dat je soort van in een soort van adrenaline komt, dat je het moet fixen, want je hebt die harde deadline nu. En dat is ook wel lekker. Ook het vlot is gearriveerd en is onder leiding van kapitein Willem te water gelaten. Rachel stijlt de 8 vakantiehuisjes op gevoel. Ieder huisje krijgt min of meer dezelfde meubels, maar ieder met net een andere tint of vorm. De evenementenzaal heeft van binnen ook een metamorfose ondergaan en is klaar voor het vakkundige stylingoog van Rachel. En de latjes zitten tegen de muur, dus nu is het nog een zaak dat de lampen aan het plafond worden opgehangen en dan kan er ingericht worden. Maar dit is al zo'n mega verschil met hoe het was. Het is, ik vind dit echt een ruimte die bijna niet terug te herkennen is. Ik vind het zo goed gelukt. Het is een spannende dag voor Martijn, vriendin Merel en zijn zus Eva. Gert Johan, de vader van Martijn, komt vandaag aan op Schiphol. Hij heeft er een 12 uur durende vlucht op zitten vanuit de Amerikaanse staat Texas naar Amsterdam. Dit alles om bij de opening van het park te kunnen zijn. Ik vind het heel gek, maar ik ben bijna een beetje zenuwachtig om mijn vader weer te zien. Maar ja, we hebben elkaar al zo lang niet gezien. En het is natuurlijk ook wel een beladen moment, de opening van het park. Dus alles bij elkaar is gewoon een beetje toch wel een emotioneel momentje of zo. Ja, ja. Strijden. Hier. Kom hier. Hé, papi. Lieve jongens. Oeh, papa huilt weer. Het ziet er goed uit, papi. Jeetje, kom erbij. Ah, lieverd. Ja, weet je ook. Ik denk dat we elkaar 2 jaar niet gezien hebben. Maar dat komt natuurlijk ook door corona. Want hij was een risicogeval. Dus hij kon sowieso de deur bijna niet uit. Dus hij heeft denk ik een jaar quarantaine gezeten in Texas. Kom hier nog een keer. Ik kan nog niet helemaal geloven. Het is erg lang geweest, hè. Het gekke was dat het eigenlijk... Gelukkig staat, valt het nu wel mee, maar ik heb... Daarvoor was het echt emotioneel toen we vlak voordat we weggingen en zo gewoon ook nog even in het vliegtuig vanavond, vannacht. En ik luisterde naar bepaalde muziek en ineens kwam alles omhoog. Het is heerlijk om je te zien. Ja, ik ben heel blij dat je er bent, hoor. Nu vader en zoon herenigd zijn, maken ze nog een grote oversteek naar het Friese Twijsler Heide, waar ze ontvangen worden door Rachel en Willem. Hallo! Yes. El patroon! Dit is laag! Hey. Onze wereldreiziger! Hallo! Hallo! Kom hier! Wat leuk om u nou eens in het echt te ontmoeten! Oh, dan begint er iemand weer u te zeggen. Oh, sorry. Wat leuk om u nou eens te zien! Ja, het is heel leuk om mijn vader hier te hebben. Het is gewoon heel gek dat hij hier dan nu even rondloopt. Wat is je eerste indruk? Vind je het mooi?
Ja, dit is, ja, ik moet meer zien, maar ja. Dit is natuurlijk nog een beetje een rotzooi. Maar ja. Wat ik daar zie is enig. Ja, dit zijn de huisjes. Ja, ik vind ze erg leuk. De kleuren aangepast. Ja. We hebben de dekjes laten maken. Ja, dat is. En van binnen hebben we nieuwe keukens, nieuwe vloer. En natuurlijk gaat Rachel het allemaal helemaal mooi inrichten. Ja, maar dat is niet waarschijnlijk allemaal klaar op donderdag. Dat is donderdag allemaal klaar. Oké. Okay. Ik zag wel dat hij heel erg onder de indruk was, maar ik zag ook wel een stukje zorg. Van ja, weet je zeker dat je open gaat over 5 dagen? Maar ja, dat snap ik. Sinds wat je heurt. Ik moet zeggen, ik zie dat ook nu voor het eerst hoor. Dit was er nog niet. Oh nee, was dat vanmorgen of gisteren? Nou ja, ik heb het met een bank gezien, maar ik vind het nu wel heel gezellig geworden. Het is gewoon bijna af. Hartstikke leuk ook zo'n raam. Ja, goed gekeurd? Ja, tuurlijk. Ik kan niet wachten tot hij ook echt het eindresultaat ziet. Dus donderdag als alles af is. En natuurlijk gaat hij hier ook meekrijgen wat de aankomende dagen gaat gebeuren. Het is gewoon heel leuk dat hij op dit punt hier nu binnenkomt. Want nu gaat het echt in de stroomversnelling. En ik wil ook je jurk zien. Ja, die zitten daar. Ik denk dat dit ook de leukste tijd is om op het park rond te lopen. Want elke dag gebeurt er weer iets anders en elke dag is er weer iets af. Dus dan krijgt hij dat stukje nog mee. Dus dat is wel heel leuk. Ik vind het een enorme onderneming. Ik zou er zelf, als ik dat nu zou moeten doen, erg tegenop zien. veel te veel natuurlijk. En ook zo snel. Maar zo weinig tijd ook. Ik vind het heel knap om te zien dat ze dat zo hard doen. Als je me echt vraagt, wat vind je ervan? Als je Martijn kent, dan nu dit. Dan heeft hij een hele grote ontwikkeling doorgemaakt. Ik zou dit... De eerste plak zou ik even overslaan. Op de plek van de oude moestuin komen 2 yurts. Dat zijn grote nomadententen met ruimte voor 4 personen per tent. En die worden meteen opgezet. Hi, goedemorgen. Je zou er maar in mogen slapen, hè? Rachel is nog niet binnen of ze begint al meteen met stylen en indelen. Zou bijvoorbeeld hier de bank kunnen staan, want dan zit je lekker zo naar de kachel toe. Zou ik de kachel daar naartoe draaien, zo met het vuur hier naartoe. En dan zou dat passen? Hier dan het bed? Ja. Ja? Ja. Oké. Okay. Lijkt me ook wel logisch, ja. Martijn en Merel testen het vlot uit. Hij moet nog even verankerd worden in het midden van de vijver. Leuk, hè? Maar het idee is dat er romantisch op gedineerd kan worden. Dit is een beetje zo'n... Dit is toch fantastisch? Ja, heel leuk. Dit is toch fantastisch? Kijk eens zitten, hoor. Cheers! Cheers! Heel cute. Ik ga even een foto van maken. Cheers. Oh, wat lekker dit, hè? Proost! Santé! Dit vakantiepark valt of staat met de details. De hoge palen waar het priklicht aan opgehangen moet worden, vallen niet in de smaak bij het drietal. Willem overlegt met projectleider Anne over de nieuwe hoogte. Ik denk niet dat het mooi is om dan gelijk te doen. Ik denk dan 10 centimeter erboven of zo. Hartstikke ras. Ik ga me niet weer branden aan... Ras komt eraan. Oké. Ik... Hier, Ras! Rachel! Kijk, afzagen hierop, dat is raar. Want dan denk je, waarom staat in godsnaam die paal ertussen? Ja, dat vroeg ik me ook al. Maar afzagen tot hier lijkt het net niks. En hier lijkt het dan nog een functie te hebben. Het lijkt dan een functie te hebben. Ja, wat stel jij dan voor? Gewoon gelijk maken. Dat is toch fucking lelijk? Nee, een stuk ruim. Want waarom zit dan hier... Ga je dan laatst op die lamp opdoen? Dan kan je hier nog iets van een lantaarntje opzetten. Gewoon, dan heb je hier verlichting... Maar ik begrijp überhaupt niet waarom we hier verlichting op zouden doen. Want je wilt gewoon een beetje gezellig daar zitten. Het slaat ook niet. Het is echt alleen maar om dit maar dan nu een functie te geven. Ja, dat is het inderdaad. Ja. Want anders heb je dus iets lelijks wat geen functie heeft. Dan is het helemaal triest. Ja, dat is het ook. Ja, het is maar het gaat er niet uit. Dus, ja, maar even oplossingen, lief. Ja, ik zeg gewoon tot hier af maar. Dan is dat is fucking lelijk. Dat valt het minst op. En kijk, die afgezaagde pilaar kan je dan nog een beetje mooi afschuren. Dan lijkt het tenminste nog... Ja, maar die hoogtes moeten weg. Ja, nu, die gaat toch ook weg? Dus ook dit is er. Gewoon gelijk aan de plank. Of zo dicht mogelijk bij. Martijn komt erbij, maar Rachel is duidelijk. De palen moeten echt kort. En daar kunnen Willem en Martijn niets aan veranderen. Het moet een beetje rustig blijven. Ik trek me hier even uit terug. Zonder mijn ding mogen jullie deze helemaal zelf weten.
Dan mag de paal... Ja, zo kort mogelijk. Het is wel een onzekere ja. Nee, ik heb die palen nooit gewild. Oké. Okay. Dus dan ik had ze liever eruit, mochten. Maar... Dit is, ik weet niet hoeveel... Centimeter of 10. Ja. Het van kortste wat kan. Dan bijna vlak. Ja. Oké, okay, geen 10 centimeter lager. Oké. Okay. Dankjewel. Is goed. De beslissing is nog maar net genomen en de zaag gaat er meteen in. Rachel is er blij mee. Oh, beter. Projectleider Anne vindt het iets minder. Zonde van tijd, geld, energie, de boom. Ja, ik vind het gewoon vooral heel erg zonde. Er is ook nog een ander probleem. Anne en Martijn komen er in een gesprek met een medewerker van aannemer Albert achter dat het niet gaat lukken om de elektra van de 8 vakantiehuisjes op tijd, dus nog voor de opening, af te krijgen. Ja, dat gaat niet lukken voor volgende week donderdag om alle 8 met stopcontacten en stroompunten en lichtpunten allemaal klaar te hebben. Want heel eerlijk, dit wist je gisteren ook? Ja, ik wist het gisteren ook. En eergisteren waarschijnlijk ook? Jawel. Dus dat zijn gewoon hele belangrijke dagen voor ons. Ja, waar wij informatie hebben, die jullie wel, ja. Waar wij geen informatie hebben, die jullie wel hebben. Ja, maar goed, eindstand is, hoeveel huisjes denk je dat jullie nog afkrijgen voor 3 juni? En met zekerheid. Je hebt er nu 2? Ja, ik denk dat het... 4? Ja, op de helft. Als er geen stroom is, kan hier niemand overnachten. Martijn gaat verhaal halen bij aannemer Albert. Er zitten momenteel 4 man bij jou. Ja. Maar volgende week heb ik een ander mannetje bij zitten te drukken en dan houdt het even op. Dan kunnen er ook niet meer mensen naartoe trouwens. Dan heb ik ook niet meer. Maar ik heb wel een toezegging van jou dat het op tijd af zou komen. Oh, nou, ik weet niet wel dat jij die toezegging van mij hebt gehad. Met Romke hier over het park liepen. Ja. Toen was 3 juni, was dat al de nieuwe openingsdatum? Ja, doen we best, meer kunnen ze op dit moment niet doen. Oké, okay, super, dankjewel. Het is niet helemaal wat je wil horen, dit. Ik weet zeker, hij heeft toegezegd dat de huisjes gewoon af zouden zijn. Hoe kun je, terwijl je weet dat wij open gaan, gewoon niks zeggen? Je ziet hoe iedereen hiermee bezig is om een deadline te halen. Die jongen zegt het zelf ook. Hij weet ook al heel lang dat het gewoon niet haalbaar is. Dan zeg je dat toch? Want het is helemaal niet erg dat het niet kan. Dat is helemaal niet erg. Je kan gewoon zeggen, hé jongens, shit, te veel hooi op me voor. Het lukt niet. Kan gebeuren. Maar je gaat niet niks zeggen. En dan, ja. Jullie zouden even veel maandag kunnen starten. Ja. Ja, ja mensen kunnen ze komen en dan de goede elektriciëns kunnen ze vanaf maandag pakken. Oké. Okay. Mijn grote vriend Twan is zojuist gearriveerd om ons uit de brand te helpen. Hij is aannemer in Amsterdam. En gelukkig zijn er dus 3 elektriciëns die zondag gelijk hier al heen kunnen komen en blijven dan hier de donderdag slapen tot het allemaal af is. Na 3 dagen zwoegen is het dan eindelijk de dag voor de opening. Niemand zit stil en iedereen is keihard aan het werk. Want een half park kan niet open. Echt alles moet af zijn, zelfs de looppaden. En er was gewoon 2 weken lang regen en dat heeft ervoor gezorgd dat er zoveel modder was dat op sommige stukken je gewoon de paden helemaal niet meer zag. En nu zijn we bezig met de paden weer een beetje zichtbaar maken en dat is best wel lastig nog. Voor tuinman Ritgert komt de opening net een dag te vroeg. De oprit is nog verre vanaf. In totaal moeten er 3000 planten in. We moeten nog 2500 ongeveer nog. Dus nog een dikke dag werk. Dus het wordt avondwerk straks. Rachel heeft nog geen kans gehad om de huisjes af te stijlen. Want voordat dat kan, moet alles blinkend schoon zijn. We hebben veel mensen. Het is wel echt de eindsprint. Dus we moeten hard doorwerken. Want morgen om 10 uur staan de eerste gasten op de stoep. En hoe je het nu aantreft, dat moet nog allemaal schoon. Dus er is nog wel heel veel werk aan de winkel. Maar we hebben ook nog de hele nacht. Hè? De hele avond nog, dus het moet goed komen. De projectleiders die deze monsterklus als enige wel aandurfden, werken keihard om deze droom tot een mooi einde te brengen. Dus er moet nog veel gebeuren, maar wel, je ziet nu dat alle dingetjes compleet worden. Dus er lopen heel veel mensen rond, rennen ook een beetje rond. We voelen de druk, maar het gaat echt super lekker. Dus ik ben heel blij. Misschien wordt het wel een latertje vannacht, maar dat is het wel af. Dat is wel de bedoeling in ieder geval. We gaan de evenementenhal inrichten. Spulletjes kunnen eindelijk erin. Gaan we hem nog iets naar achteren trekken? Hierheen? Ja.
Ik denk dat echt deze ruimte gewoon de grootste make-over heeft gekregen, want dit zag eruit. Het was treurig. Niks van sfeer, niks van gezelligheid, niks authentieks, niks van kleur ook. Wat we hier ervan hebben gemaakt, ik ben hier wel echt heel trots op. Dit worden de hanglampen die erboven komen. Dat is wel leuk, want die hangen ook bij de gasten in de slaapkamers. Ik heb dus gekozen voor alle muren donkerblauw. En dan lekker met een contrasterende kleur roze tegen. Knalt wel lekker. Bij de evenementenzaal komt op het terras ook nog een barcontainer. Hier bij de bar kunnen de gasten hun versnaperingen en drankjes halen. En dat geeft dit terrein dat echte festivalgevoel. Deze bar wordt nog wel even last minute zo aan het begin van de avond bezorgd. Ja, ik heb nu wel een beetje erg bij mijn hoofd gekregen van Jezus Christus, joh. Er moet nog zoveel gebeuren. Zo, dit is hem, hè? 13 bier! Yeah! Inmiddels komt morgen steeds dichterbij. De gasten staan 's ochtends vroeg voor de deur. Dus alles moet voor die tijd af zijn. Ze voelen nog niet helemaal als de laatste loodjes. Helaas. Maar het is het Engel, denk ik. Kut, Pip moet naar bed. Rachel voor Willem. Ja? Heb jij Pip op bed gelegd of zijn we er allebei helemaal vergeten? Pip is mij aan het helpen met de baas inruimen. Oh, oké, okay, Pippi. We hebben nog. We hebben nog precies 12 uur. Ja, neem het daar niet handen. Precies 12 uur. 10 uur. Morgen 10 uur moet klaar zijn. Ik denk dat ze nog wel de hele nacht, voor deel van de nacht bezig zijn. Om alle puntjes op de i te zetten. Ja. Dit wordt officieel nachtwerk en dat is ook Martijn niet ontgaan. Ik ben er helemaal klaar mee. Het duurt me veel te lang. Maar het wordt wel mooi. Dus daar ben ik blij mee. Maar godsidori, wat heb ik me hier even gekeken? Ja, het is zoveel werk nog. Ik denk niet dat wij slapen vanavond. Ik weet wel zeker dat we niet slapen vanavond. Ik voel niet meer zoveel. Ik beweeg. En voor de rest staat het kopje best wel stil. Want als het wel 100% zou werken, dan zou ik denk ik een beetje doordraaien. Om morgen nog een beetje te kunnen functioneren, besluit het drietal toch nog even een korte powernap te pakken. Kort, want het vakantiepark is nog verre vanaf. Over enkele uren arriveren de familie en vrienden om in te checken en van dit vernieuwde paradijs te genieten. Is het nog wel een droom? Of voelt het inmiddels als een nachtmerrie? Dat was een kort nachtje. Is. Alles moet nog helemaal afgesteld worden. Mijn ras is ook nog steeds bezig met de huisjes. De yurts moet nog ingericht worden. Daar kwamen we gisteravond niet aan toe omdat het gewoon te donker was. Dit hele gebeuren, de horeca. De gordijnen gaan we er nog ophangen. Moet erbij? Ook laminaatlegger Roberto heeft de hele nacht doorgewerkt. Nou, Roberto, ik sta om jou te huilen. Nou, joh. Oké. Dat is ook zo lief hoe dedicated iedereen is. En zo, dus voor hem is, hij heeft ook een paar uur geslapen, weet je wel. Dus ik bedoel, het is niet zijn park, hij werkt gewoon hier om dit met ons op te bouwen. Maar dat, dan ben je, ja, ik vind dat gewoon echt mooi. Dat het hele team gewoon ook doet alsof het een eigen park is. Dat vind ik toch echt bijzonder. Dus iedereen is zo betrokken. Oké, we beginnen achter. Ik ben wel echt blij met hoe het is geworden. Ik denk dat het hele fijne huisjes zijn om in te verblijven. Rachel is net op tijd klaar met de styling. De mannen krijgen de eer om als laatste klus het nieuwe bord van het Wilde Pad op te hangen. Het is best wel echt sick wat we hebben neergezet met z'n allen. Je neemt het
continu wel een beetje gewoon voor lief. Omdat je gewoon zo in het proces zit en je groeit overal in. En ook dingen waarvan je nooit dacht dat je het kon, kan je dan ineens. Omdat je daar gewoon in groeit en je gaat ervoor. Maar als je dan nu zo over het park loopt en ineens even realiseert wat we in zo'n korte tijd hebben neergezet, dan ben ik wel trots. Ik vind het echt nog veel mooier geworden dan dat we in ons hoofd hadden. De kracht van Rachel, ja, ik denk dat we het allemaal wel gezien hebben. Die kan van een aftans lelijk bungalowtje, kan ze gewoon echt een pareltje van een vakantiehuisje maken. En niet alleen dat, maar van het hele terrein. Ja, nu komt wel mijn sterke kant. En dat is het runnen van een horecaonderneming waar de gast voorop staat en waar de experience leidend is. Voor dit zagen we elkaar niet zo heel veel. Te weinig. Te weinig. En nu woon je soort van samen. Het is bijna een huwelijk. Het is oprecht bijna een huwelijk. Ja, ik denk dat we echt een gouden trio zijn. Dat denk ik ook wel. Dat weet ik wel zeker. Maar dat kunnen we pas echt zeggen over een paar maanden. Nou, sorry hoor. Nu gaat het echt beginnen. Ja, dit is af. Het runnen van het park. Dat moet nog eventjes gewoon gestield worden. En dan kunnen we met volmondig zeggen... Daar hebben we Willem, we did it. Het vakantiepark is af. Familie en vrienden zijn uitgenodigd om dit park uit te testen. Maar vooral ook om te genieten van de enorme metamorfose die dit oord heeft ondergaan. De zus van Martijn kan haar verbazing niet verbergen. Het is niet te doen hoe mooi. Jeetje, Mina. Schat, dit is echt... Wat is hier gebeurd? Ik heb nooit echt aan hem getwijfeld, maar ik heb ook niet gedacht dat het zo mooi zou worden, zeg maar. En zeker niet als je beseft dat ik hier inderdaad dus echt twee dagen geleden nog ben weggereden in één grote puinhoop. En dat het gewoon alles helemaal zo dromerig. Het is een plaatje. Kun je dat huilen? Nee. Ook de zus van Rachel komt kijken wat er voor werk is verzet. Zo liefheid. Ja, schatje. Zus Anne heeft al veel steiningklussen gezien van haar zusje, maar Rachel blijft haar nog altijd verbazen. En het uitzicht niet beter. Oh, rap. Ja, echt. Ja, ik vind het geweldig. Ja, ik vind het geweldig. Ja, ik ben trots op jullie. Echt trots op jullie. De comfortabele meubels, de warme tinten en het cozy terras geven deze plek het ultieme vakantiegevoel. Dit is wat het drietal voor ogen had en het is ze gelukt. Ik ben er gewoon echt emotioneel onder. En dat ik het nu los kan laten. Mama is heel blij, schatje. Papa. Mama is heel blij. Dat we zo'n mooi park met elkaar hebben gemaakt. En het is ook een feestje. En het is een feestje. Ze hebben iets neergezet waarvan heel veel mensen, en ik ook, dachten van jongens, jullie gaan iets aan wat erg moeilijk is. Ik weet niet of je dat kunt waarmaken. En verdomme, ze hebben het gedaan. Zelfs de yurts, de twee nomadententen, zijn op tijd gearriveerd en afgestyled. In één tent kunnen vier personen op een traditionele manier genieten van hun nachtrust. Maar nu nog even niet, want het is tijd voor de officiële opening. Dames en heren, waar velen zeiden dat het ons absoluut niet zou lukken, hebben we het wel mooi gefixt. Mooi gefixt. Welkom bij het Wilde Pad. Eindelijk! Ik ben echt heel gelukkig. Ja, het is gewoon gelukt. Het is gewoon gelukt. Daar hebben wij nooit aan getwijfeld. Anderen wel, weet ik. Als je het dan ziet, en je ziet mensen genieten op jouw park, dan vind ik echt zo tof. Ik ben gewoon heel dankbaar voor iedereen die daaraan heeft meegewerkt. Ik ben heel trots. Ook de projectleiders die hebben doorgezet tot het einde zijn maar wat trots. Ik ben super trots en ook heel blij en heel erg opgelucht dat het nu ook al erop zit. We zijn echt mega blij. Super trots van. Ik ook. Ook op jou. Echt? Ja, natuurlijk. Goed gedaan. Ja. Heel trots. Zo blij.
Dat is toch top dit? We zijn open. Hey, hoe leuk is dit? Als je het aanpakt en je gaat ervoor, dan kan je veel meer dan je denkt.